zaterdag 31 december. Wat betekent dat het de laatste dag van het jaar is. En daarom ben ik met mijn hele hebben en houden 2 of 3 tassen onderweg naar Quint. Want wij gaan samen nieuwjaar vieren. Dus we gaan nu even drinken, nog even fris halen. En dan vanavond gezellig eten en naar een feestje. Het is dus echt zo mistig en grauw en regenachtig. En voor mijn gevoel heb ik echt nog nooit een oudejaarsdag meegemaakt waarop het niet regende of bewolkt was. Het zal vast wel zo zijn, maar het is hier gewoon hetzelfde. We zijn bij de Trader Joe's om even en nu zien we er nog zo uit, maar straks zijn we helemaal fabulous klaar voor 2023. Het is hier ook zo knijtertje druk, dat is niet normaal. Ja, iedereen denkt zelf wat wij hebben. Oh. Snacks. En we hebben leuk... Kan je laten zien wat we hebben? Ja, we hebben deze lekkere peach bellini. We hebben melk voor de koffie morgenochtend. Camembert. Een lekker French onion, caramelized onion en cheeses, focaccia broodje. En natuurlijk cotton candy crepes. En dan heb ik thuis nog een lekkere salamietje. Nou, rara, wat gaan wij doen? Ik denk kerst vieren. Nou, dat zou best wel kunnen. Nou, nee, wel. Wat dingen moeten met die dingen. Nee, wij gaan lekker... Oh ja, hold me. Wij hebben glitters aan. En wij lopen nu in de metro. Omdat wij lekker bij Bobo gaan eten. En daar om 6 uur gaan vieren dat het nieuwjaar is in Nederland. En dan gaan we onze fan bellen. Ja, en dan gaan we daarna nog even ergens een drankje doen. En daarna gaan wij... Gimme, gimme disco. Gimme, gimme disco. In onze glitterpakjes. Helemaal klaar voor. Ik heb voor de gelegenheid ook nog maar even een nieuwe glittertas gekocht. Voorbij mijn glitterbroek. Een shirtje. Wauw. Wij zitten weer lekker bij onze favoriet. Bobo. Deze keer niet beneden, maar gezellig boven. En ze hebben helemaal leuke hoekjes opgehangen. En de service is hier echt altijd heel goed. Ze zijn heel lief. En dit is de eerste keer dat we echt gaan eten, hè? Ja, dit is de eerste keer dat we echt op die brunch na. We hebben wel een keertje gebruncht. Ja, maar ik bedoel echt dat we echt avond eten. Ja, en ze hebben helemaal een speciaal nieuwjaarsmenu. Dat is heel schattig. Dus dat is leuk. Over een kwartier is het nieuwjaar in Nederland al. Maar goed, we hebben nu tuna tartare, dus daar moeten we maar eerst aandacht aan geven. Met caviar. Oh, wat zijn fancy bitches. Oh, wat een surprise. We hebben dus de ober gevraagd of hij om net voor 6 ons een glas van wijn kan brengen. Zodat wij om 6 uur ook kunnen proosten. Voordat we onze familie en zo gaan bellen. Dat loopt allemaal weer goed, hè? 4 voor 6. Gelukkig Nederlands nieuwjaar. Ja. Of nog... Oh ja, we filmen nog. Ja. Of nog heel veel jaar. Ja. Nog heel veel jaren samen. Ja. We genieten ondertussen mee van het vuurwerk in Nederland. Ja. Live vanuit Bobo. Welkom bij het slagveld dat ooit een hamburger was. Wij hebben lekker gegeten. Oh, of tenminste... Ik heb lekker gegeten. Quince heeft lekker gegeten. Quince heeft veel gegeten. Ik kreeg echt geen hap door mijn keel. Ik zat echt zo vol met 2 happen van die burger. Maar daarom hadden we de borden veel te lang op tafel staan. Bleef ik maar dooreten, dooreten, dooreten. Ja, het is allemaal mijn fout. Alles is Sjilder fout. Maar... We zijn nu onderweg naar het feest. Gimme, gimme, disco! En we krijgen zoveel complimentjes deze avond. Ja, niet normaal. Omdat we helemaal leuk gezitten zijn. Quince heeft nu even haar haarbandje af, want dat gaat echt plafonnen. Ja, ik ben te lang. Daar heb ik vaak last van. Iedereen is echt helemaal enthousiast. Ja. Iedereen vindt ons fabulous echt en leuk. Vanaf de andere kant van het restaurant roepen ze naar ons hoe mooi we er wel niet uitzagen. Ja, het is heel cute. Dus nu gaan we ook maar even lekker shinen bij Gimme Gimme. En dan zometeen het nieuwe jaar vieren. Het is nu... 8:55, dus nog 3:25. En dan is het hier ook 2023. Spannend. Hè? 3:25? Ja, toch? Nee, 10, 11, 12. Ja. Oh. Dat klopt, toch? Ik kan niet zo goed rekenen, dus ik ga mijn mond. En ik kan ook niet goed rekenen, dus ik begon al mezelf te twijfelen. Als het niet klopt, kan niet haten. Het is 8:35, dus
Rek jezelf maar uit. Tel uit je winst. Het is vandaag 1 januari. Laatste beeld wat je net hebt gezien in deze vlog. Waren wij die aan het dansen waren. Ja. En toen aan het einde van dat nummer gebeurde er iets wat niet zo happy was voor het nieuwe jaar. Mijn telefoon is namelijk gejat. Ja. Ik zal maar meteen even met de deur naar huis vallen. Zo, en we hebben niet gevlogd. Dat vinden we eigenlijk nu een beetje jammer, want we waren zo in de stress. En, ik had zo paniek. Grappig eigenlijk als je er nu al aan terugdenkt. Maar... Nou, ik had zoveel paniek omdat ik dus dacht dat mijn foto's niet in iCloud stonden. Dus ik dacht, ik ben al mijn foto's, dus ook al mijn New York foto's kwijt. Ja. Stil haar goede voordeel was om minder op haar telefoon te zitten. En laat dat nou precies gelukt zijn vandaag. Ja. Zou je nu op de telefoon kunnen zitten? Nee, geen telefoon. Positief denken. Dus we nemen jullie mee naar Joe en naar de Apple Store. Happy New Year's. We hebben ondertussen lekker ons tunacadootje. Tunacadootje, lekker. Heerlijk, lekker sappie om een nieuw jaar mee te beginnen. En zometeen deze parel van mijn telefoon ophalen. Heerlijk. Ik heb vorig jaar. Vorig jaar, 2022. In 2021. Vorig jaar. 2021. Oh, 2022. Heb ik dus een keer een uitspraak gedaan hier in New York. S'nachts. Geniale uitspraak. En dat is de uitspraak: New York forever. De mensheid, forever. En dat is nu natuurlijk weer helemaal toepasselijk. Ja. Ik vind gewoon echt... Ik vind gewoon dat ik denk van... Waarom zijn mensen zo dat ze zoiets doen? Want blijf denk gewoon ik, met je klauwen dag, van allemaal spullen. Ja, op zo'n dag als gisteren. Okay, dat wil het ik is wel kwijt. Lekker weer op deze 1 januari. Dus strak blauwe lucht. Het zonnetje schijnt lekker. Heel lekker weer. Het is weer. Ook echt niet koud. Dus we genieten wel. Ja. En over een paar jaar als we hierop terugkijken, dan denken we... Volgend jaar lachen we erop. Beetje een sensatie, telefoon gejat. Nou, we zijn bij de Apple Store en ik heb hem hoor, het nieuwe telefoontje. Hi. Yes, hij is aan het restore from the iCloud. Feels very happy. Wat? Ja, wel dat hij aan het restore is van iCloud, maar het is toch eigenlijk te bizar geworden. Ja. Fabrieksinstellingen. Doe not steal iPhones, want je hebt er niks aan. Ja? Doe het niet. Doe het niet. Mocht er iets in jou denken, ik heb daar wel never, zin in. Never, never, ever. Don't do it. Do not do it. Nou, aangezien we op 1 januari geen oliebollen kunnen eten, gaan we maar voor iets wat erbij in de buurt zit. Lijken. We vallen allebei bijna om van de slaap. Zo. So, als je nog harder zit, val ik wel. Ik ben moe. Ik ook. We hebben echt maar 2 uurtjes geslapen hooguit. Ja, letterlijk. Nou schat, maar we hebben een nieuwe telefoon. En we hebben dood dit. So, we are good. Cheers. To the new year. Ik heb net nog even een screen protector gehaald voor mijn nieuwe telefoon. En een salade bij screen voor avondeten. En ik loop nu weer naar huis. Ik ben echt super moe, dus ik ga zo lekker op bed liggen. Het is nu 4 uur. Ja. Ik ben echt wel een beetje ontdaan nog van het hele gedoe. Het is gewoon geregeld nu. Ik bedoel, niemand kan bij mijn gegevens. Maar het is gewoon echt een heel naar idee dat iemand gewoon iets heeft wat van jou is. En al helemaal iets van best wel hoge waarde. Wat je gewoon dagelijks gebruikt. Het is gewoon raar dat dat ding nu gewoon ergens ligt. Ook al is het maar materialistisch. Maar goed, daar leer je ook weer van, denk ik. En het is allemaal goed gekomen. Ik heb gelukkig genieuwd even. Dus ja. Morgen 2 januari doen we het weer opnieuw. Het is vandaag maandag en ik ben onderweg om even te gaan kijken of dat mijn telefoon ligt op de laatste locatie. Dat mijn nieuwe telefoon aangeeft dat die is gezien. Alleen zijn alle batterijen van mijn vlogcamera leeg. Dus vlog ik nu maar even met mijn telefoon. Dus ik ga dat even doen. En ik heb nog wat spullen hier van Quince die ik even naar de werk ga brengen.
Dus hij heeft mijn UGS nog, dus die ga ik ook even lekker ophalen. En ik denk dat het echt geen nut is dat ik ga kijken voor die telefoon, maar ik ga het toch maar even. Ik loop nu dus in Soho, want de plek waar mijn telefoon voor het laatst gezien is bij de campuswoningen van NYU, New York University, in de bosjes. Tenminste, dat is wat mijn telefoon aangeeft. Dus ik ga daar nu even kijken. En het is dus echt 3 straten van ja, het feest vandaan. Dus ik ben benieuwd. Iets ga vinden, denk ik niet. Dit is dus het complex waar die ergens zou moeten liggen. In zo'n soort bosje. Nou, dan ben ik heel benieuwd of ik daar een telefoontje in ga vinden. Maar ja. Kijk eens wie er weer is. Want we kunnen nog geen 24 uur zonder elkaar. Dus zitten we maar weer samen te eten. So pretty. Even met Quinn kijken naar de Empire. Het is vandaag dinsdag en mijn vlogcamera is weer geladen. Ik loop op dit moment buiten in de regen onderweg naar het politiebureau om aangifte te gaan doen van mijn gestolen telefoon. Niet dat ik hem daarmee terug ga krijgen, maar wel een goede verzekering. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn bij de NYPD aangifte doen. En ook hoe lang het gaat duren. Ik heb geen idee ervan. Ik ga naar degene die het dichtstbijzijn is en dat is ongeveer 30 minuten lopen of zo. Dus ik denk dat ik maar even een wandelingetje door de regen maak. Ik zit even buiten op het hoekje bij Blank Street een koffietje te drinken en een croissantje te eten. En dan zo meteen naar het politiebureau. Nou, ik loop net weg bij de politie in de Upper East Side. En ik heb een half uur gewacht om vervolgens te horen dat ik bij een ander politiestation moet zijn, omdat dit niet de locatie is waar de telefoon is gestolen. En omdat het boven een bepaald bedrag is, die telefoon, valt het onder echt een misdrijf of iets. En niet slechts een diefstal, dus daarom moet er ook echt gewoon een verhoring plaatsvinden met een detective of iets. Dus nu moet ik morgen naar dat andere politiestation. En daar dan mijn aangifte doen. Dus lekker wat tijd verspild. Het is vandaag woensdag en ik ben weer onderweg naar de politie. Deze keer dus naar het bureau waar ze mijn kisten naartoe sturen. Vlakbij de club waar het dus is gebeurd, waar die is gestolen. En dan kijken of dat het nu wel lukt om aangifte te doen. En daarna ga ik even gezellig een koffietje doen met Ilse, die ik heb leren kennen met Oud en Nieuw. Die komt ook uit Amsterdam. Dus eerst even de aangifte regelen en daarna iets doen. Ik heb gezellig een koffietje gedronken en nog even nieuwe schoenen gekocht bij Adidas voor LA onder andere. En nu weer richting huis. Ik loop een stukje in de regen. En zo met de metro. En dan weer even werken op. Het is inmiddels 5:30. Maar het is vandaag donderdag en ik ben even onderweg naar Dunkin' Donuts tegenover mijn gebouw om even koffie te halen en even een broodje of iets om te eten. Mijn haar is nat omdat ik net heb gezwommen, ook bij mij in het gebouw. En daarvoor heb ik de hele tijd zitten werken. En ik ben nu mijn spullen aan het pakken, want Quince en ik gaan vannacht dus naar LA. Dus super veel zin in. Er zijn alleen wel wat overstromingen bij San Francisco in de buurt, maar volgens mij maakt dat voor ons niet heel veel uit en kunnen wij wel gewoon vliegen, want er zijn dus al wel wat vluchten geannuleerd. Dus we hopen maar op positief nieuws en dat we gewoon lekker kunnen gaan, daar kan ik gewoon wel van uit. Nu eerst even wat eten. Ik heb een koffietje van Dunkin' Donuts en ik sta nu even op het puntje te halen bij de pizzeria bij mij, want ze hadden niet echt wat lekkers bij Dunkin' Donuts. Ik loop nu richting de metro en dan zo meteen naar Queens. Die ontmoet ik bij het metrostation in Brooklyn. Zodat we even bij Sweetgreen eerst nog salades kunnen halen voor avondeten. En dan mijn vlog zo meteen bij Queens nog even editen. Dus ik heb ook echt mijn laptop bij me en mijn tas met spullen voor LA. En dan is het eindelijk zover. Dan gaan we nog een paar uurtjes slapen. En dan denk ik rond 3 uur opstaan en dan gaan we gewoon naar LA toe. Zo veel zin in. Oh my god. Ik besef het echt nog helemaal niet. Omdat ik de hele tijd bezig ben geweest met werk. En met nou, nog allemaal een beetje losse dingetjes.
Maar het is eindelijk zover. LA. Ik heb hard werkende queens inmiddels gevonden. En we zitten nu even bij Sweet Green om saladetjes te eten. Als de healthy. Healthy bitches die. Oh, ik hield hem in, ik hield hem in. Ik hield hem in. Gezond. En we gaan bijna naar LA. Zo, gaan we eigenlijk een aparte vlog maken voor LA? Of gaan we... Nee, hij gaat door. Oh. Blijf kijken! Het is dus de derde keer dat ik dit eet in ongeveer anderhalve week tijd. En het is dus met zoete aardappel, appel, geitenkaas. Ik denk dat dit boerenkool is, kip. Kip. Zei je niet letterlijk 1 minuut geleden tegen mij dat je niet van zoete aardappel houdt? Ja, klopt, maar wel ergens doorheen, maar niet los. We zijn dus nu onderweg naar Queens. Alleen, ik heb dus alleen maar mijn LA jasje aan. En het is denk ik gewoon 3 graden. Dus ik zag een yellow cap, toen dacht ik, dit is mijn kans. Die moet ik hebben. Dus nu gaan we lekker in 5 minuten tijd naar Queens thuis rijden. Ja. Minder healthy dan lopen, maar goed. Dan heb ik ook een salade altijd, dan mag het. Ja. En ik heb heel misschien ook nog donuts in mijn tas zitten. Nee, voor zometeen. Nee, daar weten we helemaal niks van. Daar heb ik geen actieve herinneringen aan, hoor. Een hele goede morgen vanaf JFK. Het is zover. We gaan. We gaan naar LA. Oh my god, we hadden net een heel chill Uber-ritje van een half uurtje. Het is hier ook helemaal niet zo heel druk. Tenminste, nou, hier staan al wat mensen, maar volgens mij is het wel gewoon chill. Dus wij gaan nu lekker inchecken en dan gaan wij zo meteen vliegen. We zijn misschien net een goede 15, 20 minuten op het vliegveld. En we lopen nu al achter de douane. Dus dat ging echt super snel, wat heel chill is. Want daar zit je natuurlijk nooit op te wachten. Dus nu, oh my god, je hebt een buldeweer automaat. Ja, met New York truitjes. Wat cute. Kijk, je kan een buildenbeer uit de automaat halen. Kijk, maar die is zo schattig. Dat wil jij nog graag doen, ik toch? Ik wil dat heel graag doen, ja. Kijk, die hoes had het als het appelpakje. Dat NYC het appelpakje. Zo lief. Jepje zo. Het is zo leuk. Ik wil het echt heel graag. Maar goed, we gaan nu even koffie zoeken. En even ergens waar we lekker kunnen zitten. Oh, dat geluid komt uit dat ding. Er komt een lachje hier uit. We worden nu al uitgelachen. Oh, Burtsby's, ook een automaatje. Ik vind het helemaal leuk hier. Oh, daar zijn de koptelefoon. Op JFK. Oh, je kan gewoon AirPods eruit halen. Ik heb nog even lekker een sapje gehaald voor nog wat vitamintjes. En wij zijn nu onderweg naar de gate. Want we kunnen volgens mij al boarden. Dus we hebben echt maar een uurtje hoeven te wachten wat super chill is. Sap is ook echt heel goed. Maar nee, dus lekker naar de gate nu. En dan hopelijk zo meteen al het vliegtuig in. Dus het schiet allemaal heel lekker op. Het gaat heel soepel. Ik hoop dat dat over 2 weken ook zo is. Want dan ben ik hier weer om naar huis te vliegen. Naar Amsterdam. We zijn al eventjes op de weg. Maar we hebben wat leuks. Mimosa. Want kun je iets vertellen even? Ik heb dus een hele leuke collega, die had me gratis vouchers gegeven. Want hij nog had liggen en die verliep me bijna. Maar toen wilde ik net dus die vouchers laten scannen. Toen zeiden ze, nee maar gebruik ze maar voor de volgende keer. Dus nu kunnen we lekker de hele vlucht. Zijn we dubbel gratis? Dubbel gratis toch steken. En we moeten nog 2,5 uur, dus we gaan nog wel aardig wat in denk ik. Ik kan raden waar we zijn. What did we just do? We hopped off the plane at LAX. Number 3 met mijn cardigan. Dat was wij in LA. We made it to LA. Echt. We zijn in LA en het zonnetje schijnt. Ja, we gaan nu even naar buiten. 10:50 en we zitten gewoon al in een taxi onderweg naar de Hollywood Boulevard. Ik vind het helemaal geweldig al. Maar het komt ook omdat de lucht echt heel blauw is. Het is lekker weer, de zon schijnt. Palmbomen overal. Palmbomen overal. Ik ben helemaal opeens in de vakantievibes. En ik vind gewoon het hele sfeertje zo chill. Maar ook inderdaad omdat alles echt gewoon mee zit.
Ja, dat is Ik dacht ook echt, als we hier aankomen, moeten we nog door de douane en allemaal dat soort gedoe. Nee, niks. Gewoon, je loopt weg, je loopt zo naar buiten, je pakt een taxi. En je bent onderweg. De taxiprijzen vallen ook reus mee. Ja, bizar. We zitten nu 3 kwartier in de taxi. Voor $30. Ja, dat is echt bizar. Dat is echt heel goedkoop als je het vergelijkt met New York al helemaal. 20 minuutjes in New York ben je dat al sowieso kwijt. Dus het is zo chill. We gaan nu naar de Hollywood Boulevard. Waar ook de Walk of Fame is. En vanaf daar kan je ook ergens de Hollywood sign zien. Die we net ook al vanuit het vliegtuig hebben gezien. Vanaf een afstandje. Maar ik vind het, ik ben helemaal, helemaal happy hier. Echt, kan mijn geluk niet op. Wij zitten lekker bij de Hard Rock Café op de Hollywood Boulevard. Ja! Even lekker een broodje eten en shrimps. Het is echt zo rustig hier. Het is zo rustig hier. Het is überhaupt overal heel rustig hier. En dan ben je helemaal in de war ervan. Ja, ik denk dat wij zo erg de drukte van New York zijn gewend dat we dit gewoon... Ja, het is ook gewoon heel rustig. Ik zal zo meteen buiten al even filmen, dan zie je dat het op straat ook heel rustig is. En er is een vrouw hier aan het werk en die heeft dus in hetzelfde gebouw gewoond als waar ik woon in New York. Echt weer heel toevallig. Het is een klein land tot Amerika. Rara, waar zijn wij? Ik denk aan... Hollywood. Ja, mooi man. We hebben even Starbucks gehaald. Een koffietje om nog een beetje wakker te blijven. En we lopen nu over de Walk of Fame. Op Hollywood Boulevard. Zo kom je eens bij mijn woorden. Dit is nog wel leuk zo met die muur trouwens. Ja. Dus kan je naampjes spotten natuurlijk. Ik zei al tegen Prins, ga jij dadelijk maar even bij eentje liggen. Maak even een leuke foto van boven. Hier? Hier? Prins is trouwens ook aan het backpacken. Ja. We mochten maar één tas mee. Ik ben echt een backpacker. Van onszelf. Niet dat iemand heeft gezegd, het is maar eentje toegestaan. Dus ik heb een tas op mijn schouder hangen. Prins heeft de verantwoording genomen voor rugzak. En nu gaan we zo meteen eventjes naar Beverly Hills. Dan gaan we daar even rondlopen. We moeten dus heel eerlijk zijn, we voelen de vibe niet helemaal, want we zijn gewoon een paar hele rare types tegengekomen. En dat heb je in New York ook hoor, maar gewoon de vibe is een beetje off. Het is ook heel rustig hier op straat eigenlijk, als je zo kijkt. Maar we ik dacht dat dit net zo druk zou zijn als Times Square. Er is gewoon echt bijna niks te doen. Maar we denken dat deze straat is. Ze gaan zeker nog een paar andere gaten de kans geven. Ja. Het is wel leuk ook. Wat is leuk? Maar gewoon leuk, hè? Oh ja. Nou ja, dus dit. Dan houden jullie het zo. Maar we klagen niet hoor, we hebben het hartstikke leuk. Nee, we zijn hartstikke blij, maar we geven feiten gewoon eerlijk in de vlog, hè? Ja. We zijn dus even van buurt gewisseld en we zijn nu in Beverly Hills. And I love it here. We zijn vandaag in Beverly Hills. En ik wil hier gaan wonen. Heb ik net besloten. Zo'n leuk winkeltje gevonden. Zomaar dit soort leuke bordjes of asbakken wat je wil. De eerste die ik zie. Deze. Niet normaal. Ja, die is gestolen. Ik vind die zo leuk, die oranje met die... Ja, ik die hiernaast. Maar niet uit. Over gestolen telefoon gesproken. Okay. Ze belde vandaag. Ze belde vandaag van de politie. Of dat ik nog een keer voor de 4e keer mijn verhaal kon herhalen. Wij hebben een taxi genomen. En we zijn nu bij Venice Beach. En het is zo cool hier. Het is echt helemaal... Het is ook zo lekker weer. Je hebt hier palmbomen, daar heb je Queens. Het is echt zo leuk. Venice Beach is echt zoals je ziet in films.
zijn hier aan het skateboarden. Daar heb je allemaal winkeltjes en restaurantjes. Heel cute. We zijn op Venice Beach met Linda. Linda is ook op Venice Beach. The vibes are good. The vibes are chilling. Vanuit je nieuwe huis. Vanuit mijn nieuwe huis, jongens. Kijk. Ik ben echt helemaal weg van Venice Beach. En ik was ook al helemaal weg van Beverly Hills net. Nu denk ik echt, ik wil eventjes... Niet een half jaar, niet voor altijd, maar gewoon 2 of 3 maanden in LA gaan wonen. Dit is toch te cool gewoon. Met die zonsondergang en het hele vibe, de hele sfeer hier is zo chill. Ik vind het zo leuk. Ja, weer iets om op de bucketlist te zetten natuurlijk. Ik kan er echt niet over uit hoe mooi het hier is. En die zonsondergang. En dan heb je dus ook nog... Ja. Voel hem aan. Daarachter. Daar. Zo bizar. Ik ben zo blij dat we nu hier naartoe zijn gegaan. Eigenlijk wilden we dit maandag doen, maar maandag gaat het waarschijnlijk regenen. En nu echt het mooiste zonsondergang. Nou, een taxiritje van... Het gaat goed met die deur. Taxiritje van 1,5 uur zijn we eindelijk bij het hotel. Dus we hebben net ingecheckt. Het is voor ons nu ook gewoon eigenlijk 3 uur laat voor ons gevoel. Want we zijn 3 uur terug in de tijd gegaan. We gaan nu ons naar jouw kamer voor het eerst zien. Oh. Oh, het is 244. 244? Ja. Denk dat het een vending machine. Wow. Wat een groot hotel. Wij zijn dus nu in de kamer, omdat we net hebben ingecheckt. En de kamer is zo lekker groot. Je komt hier binnen, bij deze deur. Hier een kast. En dan heb je hier de badkamer met een wasbakje. Dit ben ik. Ik zie er een beetje vermoeid uit. Een bad! Verrassend. En een douche. Hebben we niet in New York, hè? Een bad? Jij wel, ik niet. We hebben lekker 2 bedden, lekker grote bedden ook. We hebben hier nog een stoel. We hebben een grote tv ook. Volgens mij zit ook nog een koelkast. Ja. We hebben zelfs een koelkast. We hebben koffie. Daar word ik ook heel gelukkig van voor morgenochtend. En dan is dit lekker ons kamertje. Oh, we daar is buiten aan, zijn we hebben gerend. We moesten weer, net zoals toen die ene keer bij Ayo, even door de bosjes. Maar... In en out. We made it. We zijn er. Ik ben heel benieuwd. Het stond hoog op de lijst. We zijn allebei nog nooit geweest. Het is alleen maar hier in Californië. We staan nu dus in de rij om te bestellen, maar dit is zo goedkoop. Of we zijn gewoon echt zo gewend aan een New York prijzer, maar een menu met burger, friet en drinken voor $7,95. Echt geen geld. En ze hebben ook t-shirts, die wil ik ook hebben voor $16,95. Ik heb al een heel klein hapje genomen, maar dit is de burger. En dit zijn de frietjes. Quincy heeft weer een special edition met van alles erop en eraan. Dit is dus hier zeg maar een soort van geheime kaart. Nu dat niet geheim is. En dan kan je dus animal style fries, waar ze dus een speciale saus doen. Een ui en kaas eroverheen. Ik heb gewoon een plane. Maar lekker meid, nee, moet ervan. En we hebben dus ook allebei maar gewoon alvast dat t-shirt gekocht. Ik weet helemaal niet of we het lekker vinden, maar we hebben wel t-shirt. Nee, ja. Want dat vonden we dan wel weer leuk. Nou, nu lekker eten. Het is vandaag zaterdag. We zijn nog steeds in LA. Sorry dat het heel laat. Maar aangezien het zaterdag is, zou ik deze vlog nu wel afsluiten. Wij gaan vandaag iets heel leuks doen, namelijk naar Disneyland. Maar dat zie je dus volgende week in de vlog. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Vergeet niet te liken. Oh ja. Vergeet jezelf niet te abonneren. Dat is ook heel belangrijk. Is gratis ook. En, kan je en gewoon niet doen. Eng. Niet kan je gewoon doen door op mijn hoofd hier zo te klikken. Als het goed is komt het hier in beeld nu. En ja, dan zien we je volgende week vanuit Disney. Bye!